Een hele goedemorgen en welkom bij Vlogmas 2020. Leuk dat je kijkt naar Vlogmas dag 1. Dit jaar ga ik weer Vlogmas doen, had ik bedacht. Ik had het eigenlijk bedacht en meteen gevraagd op Discord of ik Vlogmas ging doen of iedere week gewoon een video plaatsen. Maar de meeste stemmen was toch voor Vlogmas en dat snap ik heel goed, want dat is gewoon iedere 2 dagen een nieuwe video. Want ik heb besloten dat ik iedere 2 dagen film en dan hem online zet. Ik denk dat voor vandaag ik 1 dag film, zodat hij morgen meteen online kan. Dus dan is het op de 2e van december heb ik dan meteen een vlog voor jullie. En dan pas de 4e weer en dan heb je iedere keer een dag ertussen. Alleen ik vlog wel gewoon iedere dag, behalve deze eerste dag. Dan is het 1 dag. En de rest van de vlog is dan 2 dagen. Ik heb er heel veel zin in. Het gaat echt leuk worden. En ik ga nu al mijn excuses aanbieden voor de keren dat ik ga vergeten mijn camera mee te nemen naar iets. Maar we hebben vandaag al meteen wat leuks. Want we gaan vandaag de wenkbrauwtjes doen. Die doe ik 1 keer in de 6 weken. Nu zijn ze echt helemaal blanco, zal ik maar zeggen. Kan je het zien? Even inzoomen. Kijk, nu, dit is gewoon hoe mijn wenkbrauw eruit ziet. Ik doe ze altijd met henna. Dan laat ik ze doen bij de brouwclub in Culemborg. En dan is je de huid onder je wenkbrauw 2 weken gekleurd. En ook de haartjes. Alleen de haartjes blijven wat langer. Meestal 5 tot 6 weken. En dit is nu echt 6 weken geleden. En ik heb ze vaak, weet je wel, gewassen. Dus dat ik mijn gezicht echt goed boende. Dus dan gaat het ook wat sneller natuurlijk. Dus ja, ze zijn prima mijn wenkbrauwen. Normaal doe ik ze dus met potlood bijwerken. Maar nu doe ik ze even weer vandaag helemaal fresh. Dat ik in de decembermaanden weer mooi opsta. Het is eigenlijk jouw vlog, Miss Nagini. Anders kan ik dit niet helpen. Nu heb ik de video van de keuken online geplaatst. Dus nu kan ik gewoon de keuken showen in iedere vlog. Vet handig! Het ontbijt van vandaag, kwark met wat fruit, chiazaad en honing. Wel fit girl worthy, niet Instagram worthy, want ik heb gewoon alles in die bak geflikkerd. Zo, ontbijtje zit erop. Ik zit in de auto en we gaan richting Culemborg, dus 20 minuten rijden, om mijn wenkies te laten doen. Ik heb er heel veel zin in, dus laten we gauw gaan. Lekker kerstmuziek luisteren in de auto. We zijn veilig aangekomen in Culemborg en nu is het tijd om de regen te trotseren en de wenkbrauwen te laten doen. Ik heb er heel veel zin in. Hier is de brouwclub. Ze hebben een kerstboom hier, maar echt een hele leuke. Oh, ik hou altijd van vogels in de kerstboom. Wit met roze. Echt leuk. Het ziet er helemaal... Jij zei nog dat je toen niet wist of het wel... Of je die stil zag, maar dat zie je helemaal niet, hè? Nee, ik heb zo... Nou, daar liggen we, jongens. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die nog nooit dit hebben meegemaakt of überhaupt gezien. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even allemaal vloggen voor jullie. Ik hoop niet dat iedereen daarna zegt dat ik op Chin Chen lijk, want dat zijn mijn vriend. Ja, sowieso met intrekken wel even. Ja. Ja, ik kom zo bij jullie terug en dan is het klaar. Nee. Nu wordt het geharst, jongens. En dit is altijd een beetje pijn. Maar niet heel erg. 1 seconde pijn op een mensenleven. Gelukkig gaat het snel. Maar hierdoor wordt het daarna helemaal rood. Ja, nu ook. Dat is die rode kleur, maar dat trekt weg. Erop, denk ik, hè? Ja, nu is het nog niet zo zwart, omdat ik het net heb aangemaakt. Ah ja. Maar dat wordt zo... kleurt vanzelf op, zo. Dus dit is de henna. Ja. En dan eerst zorg ik altijd voor dat het overal goed zit. En dan daarna ga ik hem helemaal strak trekken. Omdat de henna ook je huid verft. Wil je echt natuurlijk geen hobbels en bobbels langs je rand? Ze staan erop hoor, jongens. Dit is het eindresultaat. Nee, dit is niet het eindresultaat. Dit is de henna, die staat er nu op. En dan moet hoe lang? 10 minuutjes ongeveer. 10 minuten intrekken
Oh, mijn mascara is uitgelopen. En dan komt het eindresultaat. Maar ze staan er weer strak op. Mooi. Ja, eerst deed ik verven, maar ik vind henna toch wel mooier. Het blijft wat langer zitten ook. Ja, klopt. Sowieso als het van je huid af is, blijft het op de haartjes ook echt nog wel beter zitten dan de verf. Dat klopt, ja. Ja, en het geeft gewoon wat meer effect. Je wenkbrauw lijkt gewoon een stuk voller daardoor. Ja. Dat het ook de huid verft. Ja. Zo, dank u. Is het naar je zin zo? Ik zal je even de spiegel geven. Zo. Ik zit weer in de auto. De wenkbrauwen. Oh, zo mooi. Ik vind echt... Misschien ben ik biased, maar ik vind dus echt dat Marit van de Brouwclub echt de beste wenkbrauwen kan zetten in de wereld. Ik ben misschien een beetje biased, omdat ik daarheen ga altijd. Maar ik vind het. Ik deed hiervoor nooit mijn wenkbrauwen eigenlijk door een professional. Maar ik vind het zo veel mooier. En kijk, nu is het heel duidelijk, omdat ze net gezet zijn. Eigenlijk is het mooiste als ze dan, als je één keer gedoucht hebt, dan zijn ze iets lichter. Maar ik vind ze, ja, persoonlijk vind ik ze zo ook al mooi. Maar ik kan me voorstellen dat jullie er een beetje aan moeten wennen. Dat het best wel een duidelijke wenkbrauw is. Maar ja, kijk hoe strak ze erop zet. Leuk nieuws. Deze maand, dus daar gaan jullie nog voorbij zien komen, hebben we een giveaway. Voor de ladies, maar mannen mogen ook hoor. Voor de wenkbrauwen en wimpers ook. Verven. Dus dat komt op mijn Instagram te staan. Maar goed, ik ga nu met mijn prachtige wenkbrauwen weer naar huis. Ik heb eventjes snel een boodschapje gedaan en ik ga jullie laten zien wat voor een lunch ik ga maken zo. Maar eerst even naar huis rijden. En is het eigenlijk al lunchtijd? 11:15, ja, dan ben ik 11:45 thuis. Nou, oh, dan kunnen we wel lunchen. Oké, okay, de stof ook even kwijt, maar ik ben heel blij met mijn winkies. En ja, het is gewoon heel mooi, vind ik. Oké, okay, ik hou nu op over mijn wenkbrauwen. Doei! Oh, ik ben weer thuis. Bril kwam wel af. Ik hoef niet meer auto te rijden. En we gaan even een lekkere lunch maken in mijn nieuwe keuken. En weet je wat ook chill is? De vloerverwarming. Oh, het is zo lekker om gewoon te staan op deze vloer. Of zitten kan ook, maar dat maakt zo'n lastig lunch. Dus dat ga ik nu maken. Ik dacht, weet je wat? Ik ga even een timelapse maken. Dus ik heb mijn tripodje met mijn ringlamp hierop gezet. En hier gaan we dan eventjes... de wrappies maken. Het is met tortilla wraps. Ik heb... Oh, ik dacht dat ik volkoren had. Nou, ik heb net naturel. Zuivelspread een beetje. Spinazie, tonijn, witte kaas en komkommer. Die heb ik al gewassen. Dus laten we beginnen. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Want you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking with you. I know it, you know it, we make it. Gevulde wrap, feta, tomaat, komkommer, spinazie. Het zijn best wel gezonde wraps. Alleen had ik liever volkoren wraps gehad, maar dat mag zeker de smaak niet minder maken.
Dus die ga ik nu even lekker oppeuzelen. Oké, lunch zit weer op. Misschien zit er nog wel iets tussen mijn tanden. Nee. En nu is het 12 uur. En ga ik... Nee, het is 12:30 denk ik al. En nu heb ik nog 4 uur de tijd voordat ik ga streamen. Normaal ga ik dan iets van poetsen of zo. Alleen, ik heb best wel een drukke week. En de pakjesavond komt er ook aan en zo. En het is 1 december, dus ik moet ook... deze maand weer voorbereiden op mijn kanaal. Dat doe ik altijd op de eerste van de maand. Kijk ik een beetje wat we deze maand gaan doen. Nou ja, in ieder geval Vlogmas. Daar ben ik nu mee begonnen. Ik heb de Dutch Stream Award. Nee, niet de Dutch Stream Award. De Mattia Award. Die zijn ook altijd in december. Dus daar heb ik een lijstje voor gemaakt. Dat mensen met elkaar kunnen nomineren. Dus doe dat ook vooral. Als je in mijn stream uitroepteken awards doet, krijg je de vragenlijst. En dan kun je invullen wat je wil. En even kijken. Dan hebben we pakjesavond. Ik moet nog wat maken. Want ik heb iets heel leuks bedacht. Maar kan ik nu niet vertellen, want Nicky is thuis. En ik ben bang dat hij het dan hoort. Hij is er al achter gekomen dat ik hem heb getrokken. Bij de loodjes. Dus ik moest voor hem cadeautjes halen. Maar dat zien jullie allemaal vrijdag. Is pakjesavond. Dus dan vieren wij het in ieder geval met mijn ouders. En mijn broer. En zijn vrouw. En Flynn. Dus dan zie je alles. Dus daar ga ik nu nog niet te veel over zeggen. Maar daar moet ik nog wel iets voor maken. Dus. Dat moet ik nog doen. En ik wil ook een beetje kerstig maken. Ik wil vandaag eigenlijk de kerstboom opzetten op stream. We gaan vanavond de laatste Harry Potter kijken op stream. Superleuk, daar heb ik heel veel zin in. Want dat is ja, wel de beste misschien. En ik ga altijd om 5 uur live. En we beginnen met de films altijd om 7 uur. Dus dan heb ik nog 2 uur daarvoor om de kerstboom op te zetten. Dus dat ga ik een beetje voorbereiden. En dus ik ga eigenlijk op mijn computer. Ik vraag me eigenlijk ook af wat jullie allemaal willen zien in deze vlogs. Echt alles wat ik doe. Want ik kan me voorstellen, ja, nu ga ik achter de computer dingen bedenken en uitwerken digitaal. En ja, anders ga ik poetsen of zo. Dus ik weet niet of dat dingen zijn die jullie willen zien in timelapse of zo. Of willen jullie gewoon, als ik iets leuks ga doen, dat ik dan mijn camera erbij pak en dat film. Ik doe niet zoveel leuke dingen op het moment, want corona is er. Nou ja, dat uitstapje voor mijn wenkbrauw was natuurlijk heel leuk vanochtend. Maar ik ga er wel even over nadenken, want ik kan natuurlijk wel leuke dingen gaan doen. Express voor de vlog. Dat is altijd leuk. Dus laat maar even weten of je gewoon alles wil zien of echt alleen maar leuke dingen. Oké, nou, dan ga ik nu bedenken wat ik ga doen. Superleuk. Ik heb hier... mondkapjes. En die ga ik labelen. Nou, die ga ik niet zelf labelen. Daar moet ik niet de credit voor nemen. Mijn moeder gaat ze labelen met de Mattia logo. En dan zijn er dus Mattia mondkapjes. Ze zijn super dun. Dat vind ik echt super fijn. Dus ze zijn niet super protective. Maar je kunt ze wel even gauw als je gewoon buiten bent. Dus waar ze niet verplicht zijn, zijn ze echt ideaal voor. Die komen in alle kerstpakketjes die ik deze maand ga versturen. En ze komen precies op tijd binnen dat ik ze voor zaterdag de eerste pakketjes er al in kan doen. Dus dat is super leuk. Dus die komen niet los in de webshop, maar wel in de kerstpakketjes. Als een extraatje exclusieve mondkapjes van Mattia.nl. Oké, we zitten weer in de auto. De mondkapjes die ik jullie net liet zien, die gaat mijn moeder labelen. Vet lief van mijn lieve mama. Zodat ik ze in de kerstpakketjes kan stoppen dit weekend. Voor de eerste lading die gaat vertrekken. En ik vind het super lief dat mijn moeder dat wil doen. Dus ze had vanavond tijd om dat te doen. Dus ik ga toch nog eventjes naar mijn ouders rijden. Dat is een kwartier rijden. Dus een half uurtje onderweg ben ik daarvoor. Maar goed, dan heb ik wel dat... Nou ja, in ieder geval dat leuke extraatje. En ik vond het wel heel leuk om met die mondkapjes te hebben... Als exclusieve ding in het kerstpakketje. Maar ik denk dat ik ze ook bij alle kleding die in mijn webshop staat. Als zoiets besteld wordt van een shirt of een trui of een broek. Dat ik dan ook daar een mondkapje bij doe.
Ja, je kunt ook nu nog bestellen als je dat leuk zou vinden. Voor het kerstpakketjes die ik ga versturen. En dan weet je ook al stiekem dat er in ieder geval een mondkapje in zit. Maar goed, ik ga nu rijden. Want dan kunnen we, als we terug zijn, nog wat dingetjes doen. Maar ik ga jullie uiteraard wel meenemen. Ik was jullie wel bijna vergeten, want ik zat in de auto en dacht ik, oh shit, nou heb ik mijn vlogcamera niet bij. Maar ik ben terug naar binnen gerend ervoor. Dus, let's go! Ik ben bij mijn ouders en ik heb altijd deze fanboy hier, hè? Ja, mijn moppie Nero. Ja, jij wil ook op de vlog, hè? Die is altijd zo lief. Hij is echt al heel oud, hij is al 20. Ja, je bent al 20, hè? Je bent mijn moppie, hè? Ja. Heel lief is die. Ik heb mijn jas nog aan, want ik heb het koud. Maar het is hier niet koud, maar ik heb het gewoon lekker warm in deze jas. Ik zal mijn zout doen. Kom hier bij me zitten, Nero. Kom maar. Kijk eens wie ik hier heb. Ja, hij heeft toch toegegeven hoor, deze moppie. Joe. Je kunt nooit bij je ouders weggaan zonder eten of cadeautjes of zooi mee te krijgen. Nee. Dit keer is het zooi. Nee, dit keer is het cadeautje bedoel ik. Kijk, wij hebben altijd een Nespresso koffie bij mijn ouders. En Nikki drinkt ook altijd Nespresso koffie. En ik wil dus altijd die Nespresso cadeautjes die je af en toe krijgt bij zoveel cups. En nu waren het dus grote mokken. Of nou ja, grote koffiekopjes. Want deze hebben wij dus al, maar dan in het klein. Maar hier kun je dus echt cappuccino's in maken. Dus dan ga ik ook weer wat meer koffie drinken. Lekker! Cappuccino. Nee, dat ligt zit eronder. Oh, onderin zit een schoteltje, maar dat laat ik straks thuis wel zien. Laatst had ik op stream gespaard voor mijn webshop-uitbreiding en een heel klein deel daarvan ging naar een nieuwe printer. Dus dat wil ik even laten zien. Dit is de nieuwe printer die ik heb gekocht voor de webshop-uitbreiding. Dan kan ik namelijk orders en zo uitprinten en het allemaal wat overzichtelijker maken. Maar daarnaast ook wat mooiere dingen printen. Ja, gewoon een printer is super handig en het was gewoon kei onhandig dat ik er nog geen had. Dus nu hebben we een printer en een guinea. Ze is het er niet mee eens, maar we hebben er toch één. Laten we vandaag trouwens beginnen met het omwisselen van mijn hoesje. Ik heb nu een hoesje van Harry Potter, Always. En alle festiviteiten beginnen nu, dus we gaan hem even omwisselen naar een hoesje voor de kerst. Ik ga je hier neerzetten. Deze kerstkonijnen. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus. Tada! Kerstkonijntjes. Hoesje. Vet leuk. Het is gelukt. De testprint is gedaan. En er staat dat er nu... De printer is now ready for printing. Dus dat is mooi gelukt. Wel heel gek, er zat geen USB-kabel bij deze printer. Gelukkig had ik nog zo'n USB-kabel voor een printer liggen. Voor mijn labelprinter boven. Dus nou ja, hij doet het. Dus nu ga ik wat printen. Leuk! Even kijken. Zo, dat heeft me een uur gekost bijna, maar ik heb alle kaartjes geschreven voor mijn familie en de kaartjes die tot nu toe besteld zijn in mijn webshop. Ze liggen hier. Ik heb helemaal al mijn polsen ervan, maar het is gelukt. Dus dat kunnen we ook weer afstrepen, strepen van het lijstje to do. En toen was het 5 uur en de guinea. En dat betekent dat mijn stream aangaat. Ik heb hem al aanstaan. Ik was van plan om mijn kerstboom op te zetten en toen dacht ik, nee, geen tijd, geen zin, blablabla. Maar ik ga het denk ik toch doen, dus ik ga gauw alle spullen halen, zodat ik de kerstboom kan opzetten en dat we zo live zijn op Twitch. Ik spreek jullie weer na de stream, denk ik.
De stream zit er weer op. Als er wat leuke clipjes waren, dan zal ik ze nu even invoegen. Ja, volgens mij wel. Dat was toen in die mails die ik vroeger kreeg. Nee, dat heb ik niet gegoogeld. Dat kreeg ik gewoon in mijn mail. Nou ga ik het ook zoeken ook. Naakt shoot Daniel Radcliffe. Als het meteen één eerste foto is. Sorry, ik zie ineens een naakt shoot van hele andere mensen. Dat is mijn hoofd als ik een piebel zie trouwens. Oh, het staat niet meer zo simpel op Google. Ah, hebben jullie gemist. Ik ben het, om eerlijk te zijn, ook vergeten hoe het eruit zag. En jullie zijn vast ook benieuwd naar het eindresultaat van de kerstboom. Ja, ja, die is hier. Ik heb al 2 cadeautjes onder liggen. Daar komen meer cadeautjes voor jullie. Maar daarover later meer. Dit is de kerstboom. Het is een beetje een mixje van alles, maar rood en groen. Eigenlijk allemaal oude ballen zitten hierin. En de rest van de kamer die gaan we nog een beetje meer versieren. Daar liggen nog meer spullen. Maar voor nu hebben we in ieder geval de kerstboom staan. Dus die is gezellig. En dan heb ik hier alle zooi uit mijn kamer. Dat moet ik echt opruimen, dus dat ga ik ook nu doen. Want Nikki houdt niet van zooi en die komt zo thuis en dan moet het opgeruimd zijn van mij. Dus dat ga ik nu doen. Er kwam vandaag ook een pakketje binnen. Daar zat deze nieuwe muis in van Trust. Dus die gaan we morgen eens uitproberen tijdens de Rainbow Six. Nieuwe seizoen ga ik morgen spelen met Ryan. En met mijn nieuwe muis. Dus als het dan niet lukt, of juist wel, dan kan ik zeker de muis blamen. Maar het ziet er zo vet uit met die gaten erin. Lightweight is het. Ziet er echt gaaf uit. Heel benieuwd hoe die aangesloten eruit ziet. Ja, dat was het alweer jongens. Ik heb daarachter opgeruimd. Je ziet Nagini nog zitten, maar de gang is opgeruimd. De kamer is redelijk opgeruimd. En dat betekent dat ik deze vlog ga afsluiten. Dat was Vlogmas Day dag 1. Zit erop. De volgende video komt over 2 dagen. Zeg ik dat goed? Ja, dus die komt op 4 december. Dus hou die in de gaten, zou ik zeggen. Have fun watching de rest van Vlogmas. Heel erg bedankt voor het kijken. En laat me weten wat je graag mij wil zien doen in deze vlogs. Want we gaan uiteraard nog een kerstboom versieren. Kijk, deze heb ik op stream versierd. Dus deze was voor de stream. Maar we hebben beneden ook nog een kerstboom. Die komt van het weekend waarschijnlijk. Die moeten we ook nog gaan versieren. Dus die gaan we uiteraard versieren. Maar heb je nog meer leuke kerstactiviteiten die ik moet doen in december? Laat ze weten in de comments. Geef het een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Mwah! Doei!